echt heel gek. Ik had al op Facebook gezet, Matthijs en ik, ze hebben alle twee gewoon een passie voor muziek, maar ook voor literatuur. En dan sta je nou in één keer in een boekenwinkel te spelen. Wat zeg je? Ja, ik ga er nog veel meer doen. Ik vind het heel leuk dat jullie er zijn en het is voor ons best wel heel spannend, want we hebben net boven nog zitten oefenen. Dit zijn namelijk allemaal nieuwe liedjes en we hebben ze nog nooit live gespeeld. Dus we hebben net ook nog, er staat ook van alles erbij, weet je wel, allemaal, we gaan de teksten zitten sleutelen, dus ik ken ook niet alles uit mijn hoofd. Dus ik sta hier een beetje zo te kijken, dat jullie niet denken van, goh, wat is ze aan het doen? En daar is Henk Hendricks en Carl van Hal en Doortje. Oh, leuk. Ja, we krijgen bezoek, ja. En de kinderen zijn er ook, dus het is ook allemaal grappig. We gaan, Matthijs en ik zijn, binnenkort gaan wij een cd opnemen. En hebben we nog heel veel geld voor nodig. Dus als er hier mensen zijn die zeggen van, nou, 15.000 euro, dat heb ik in de pocket. Dan mag dat vandaag bij ons ingeleverd worden. We gaan door middel van crowdfunding gaan we de cd opnemen. En nou ja, we gaan vandaag wat liedjes uitproberen. Kijken of jullie dat leuk vinden. Laten we nou Good Enough maar even doen. Is dat goed? Dit is trouwens Matthijs Budding. Ja. Ik ga straks nog wat over Matthijs vertellen, maar let maar goed op hem en niet op mij. Wacht er even bij, schat. Pas je op. Het is voor haar cd en niet die van mij, dus let vooral op haar. Het is haar cd. Oké. Okay. Ja, van de 13 liedjes heb ik er 8 geschreven met Matthijs. Om even een indicatie te geven. Ja, gaan we beginnen? Ja. Breaking things hard to repair. No one knows how much I've hurt. What you've been tearing apart. You're standing there, leaving me in the dirt. All alone in this room, walls surrounding me, and there's nothing that I can do. I've got to find my strength, get myself together, and just move on, move on. Together and just move on. Ooh, I am, I'm not good.
helemaal afgeleid door mijn zoon die mij wat wil geven. Ja, mooi liefje. Ja, en nog een zoon. Nou. Ik had allemaal leuke dingen bedacht. Maar dan loopt het toch altijd anders. Ik wou ook wat vertellen over de liedjes die we hebben geschreven samen. Maar eerst over Matthijs. Matthijs is namelijk wel een heel bijzonder verhaal. Matthijs ken ik nu zo'n 6 jaar. En ik ben naast uitvoerend muzikant ben ik ook juf op een middelbare school. En daar geef ik muziekles. En Matthijs is een oud leerling van mij. En hij kwam bij mij in mijn lokaal binnen. En ik had allemaal posters opgehangen van nou ja, mooie muzikanten, goede artiesten en zo. En hij komt binnen en hij zegt... Hey, is dat niet David Sanborn, die saxofonist? Als je dat nog weet. Ja, en ik viel echt van mijn stoel. David Sanborn, dat is ja voor Intimi. Dat is gewoon echt een hele goede... Nee, ik viel niet echt van mijn stoel. Nee, maar wel bijna. Hij wist dus wie dat was. Dus ik zei, goh, maar maak je muziek dan? Of wie ben jij? Ja, ik speel blues. Ik ben gitarist en ik speel blues. Toen was hij 14. Ik zei, oh, nou leuk, laat eens horen. Ja, en toen ik dat hoorde, toen viel ik nog harder van mijn stoel. Want ik denk, hoe kan het nou dat zo'n jongen van 14 dat hij dit kan spelen? En dat vond ik heel, heel maf. Nou, en Matthijs bleef in mijn klas en in mijn lessen. En ik had gelijk zoiets van, nou, die jongen, daar moet iets mee. En toen heeft hij ook nog prijzen gewonnen. YouTube, wat was het nou? Guitar Hero Song Contest, something. Ja, nee. Beste gitarist van Nederland. Oh ja, beste gitarist van Nederland onder de 18. Nee. Dat spelen we. Inmiddels is hij geen 18 meer. Maar is hij 20, nog steeds heel jong. Kan nog steeds zijn moeder kunnen zijn. Maar het leuke is dat wij natuurlijk eerst een verhouding hadden. Docent en leerling. Niet dat dat zo is hoor. Maar wel een andere relatie tot elkaar. Maar nu... Ja, hij is, wat ik zei, ik heb 13 liedjes gemaakt voor de plaat en 8 daarvan heb ik gemaakt met Matthijs. Ja, hartstikke mooi die pen. Hartstikke mooi die vorm. Dus ja, en Matthijs die, is een soort partner in crime voor mij geworden. En dat is heel tof. En je hoort het niet dat hij 20 is. Whatever that may be. Een van de eerste liedjes die wij hebben opgenomen is Without Remorse. En dat was eigenlijk, hebben we gespeeld bij de radio. En daar kwam toen heel veel reactie op van, oh wat is dat mooi. Toen dachten we, nou dat moeten we dan misschien maar eens opnemen voor de leuk. En dat hebben we gedaan. Ja. En het gaat eigenlijk, heel veel liedjes op de cd zijn liefdesliedjes. Maar ook heel veel dramatische en ernstige liefdesliedjes. En dit is wel zo'n ernstig liefdesliedje eigenlijk. Het gaat vooral over veel blauwe plekken en kwetsures en... Jij hebt altijd heel veel blauwe plekken, ja. Hoe zou dat nou komen? Heel gek, ja. het gaat over een lange relatie die eigenlijk al een hele tijd niet goed gaat, maar niemand durft de stap te nemen om het te verbreken. Niet alle liedjes zijn trouwens heel erg autobiografisch, maar het gevoel denk ik dat we dat allemaal een beetje kennen. En uiteindelijk wordt er besloten toch uit elkaar te gaan, dan gaat het liedje. Het is wel, Matthijs speelt hier heel erg zacht. Dus ik zou ook proberen zo zacht mogelijk te zingen. Axel, wil je eventjes dan ook een beetje zachtjes doen? Ja. Confusing me. Is it time to say farewell?
midden zitten van een relatie. Dan is dit wel een leuk liedje. Gezellig opbeurend. En het is Help Me. En dat was het eerste liedje wat we samen hebben geschreven. En ik had Matthijs gevraagd van... Nou, weet je, voor mijn nieuwe plaat wil ik werken met een aantal songwriters. En nou, wil jij alsjeblieft mijn liedje schrijven? En Matthijs had zoiets van... Oké. Toch, zoiets? Ja, had ik niet verwacht. Het was een eer. Goed. Toen had Matthijs een schemaatje. En dat vond ik wel... een akkoordenschemaatje. En dat vond ik erg mooi. Voor de mensen die mij kennen. Penny Lane, ik ben opgevoed met muziek van de Beatles natuurlijk. Dus dit was een beetje Beatle-achtig nummertje. Dus toen dacht ik van... Beatle-achtig. Dus ik denk, daar gaan we wat moois van maken. En dat helpt niet. Oh ja, dat is iets sneller. My love, this is so hard for me. Staan. Dus is het natuurlijk niet echt zo. Maar normaal met een vette band erachter en rocken en bluesen en dat soort dingen. En nou staan we hier heel erg met z'n tweetjes zo klein.
Dus het is voor ons een beetje wennen. Tenminste, ik ben nog steeds niet gewend. Ik geloof dat jij wel redelijk bent gewend. Maar, en ik zie ook al die kleintjes en daar word ik zo blij van. En dan zit je een liedje te zingen wat eigenlijk heel erg dramatisch is. Dat is ook een beetje vreemd. Maar dat maakt niet uit. Ik heb samen met Matthijs ook een liedje geschreven voor mijn zoon. Ik ben namelijk bijna 2,5 jaar geleden ben ik moeder geworden. En ik weet niet waar die nu is. Misschien is die met papa ergens. Ook daar ergens achter. Het is natuurlijk het leukste kind van de wereld en het mooiste kind van de wereld en het liefste kind van de wereld en het meest blije kind van de wereld. Tenminste, die ook. En dat zegt elke moeder natuurlijk. Maar nou ja, we wilden graag een lief liedje schrijven voor Jimmy. Dat zei ik me zo. Vernoemd naar Jimi Hendrix. Ja? Ja. Geschreven met Bernard Gepken. Hij is echt een fantastische gitarist, vind ik. Hij is onder andere zit bij Daniel Loos in de band en speelt met Maaike Oudboter. Ik weet niet of jullie die kennen. En met hem heb ik een liedje geschreven. En Matthijs die gaat het live spelen, nu. Maar ook als we met de band gaan spelen, dan gaat hij dit live spelen. Dus dat gaan we nou vast proberen. Leuk.
tijd nodig eigenlijk om te vertellen wat je vindt. En toen ik met Bernard aan het schrijven was hierover, of hiervoor, toen zeiden we van ja, moet er eigenlijk nog iets van een bridge in of een solo of iets leuks dat het wat langer wordt. Dit liedje is 2 minuten 7. En toen dachten we van, nou, laten we het gewoon zo houden. Het leek ons wel leuk. 2 minuten 7 is heel kort. Dat is ook totaal niet hitgevoelig, dus dan. Want ik heb 3 minuten 12, hè? Alle hits zijn ongeveer 3 minuten 12. Dus dit wordt geen hit, maar goed, ik vind hem wel leuk. Deze tekst heb ik net allemaal zitten veranderen. Dus ik zit al de hele tijd met mijn blaadjes, maar dit moet ik echt even zo goed bijhouden. En ik heb mijn lens niet in, dus ik zie al sowieso de helft. Safe in your arms. Ik dacht dat alles af. Nee, bijna. Hierna nog meer? Deze doen we nog. En misschien dat we dan nog... Ja, dan hebben we nog wat tijd. Dus misschien dat we dan nog wel iets doen. Maar dit liedje heb ik... de melodie voor dit liedje heb ik echt al 12 jaar geleden of zo geschreven. En ik heb het nooit weggegooid, de tekst. Want ik vond het eigenlijk wel grappig. Dus toen zei ik tegen Matthijs... Nou ja, ik heb een melodie. En kun je er wat bij verzinnen? En dus ik heb dat opgenomen met mijn telefoon. Nou, zo gaat het. En succes ermee. Het is een heel... heel mooi liedje geworden, vind ik eigenlijk. Ik moet even een slokje hoor. Oh, en deze is ook voor jou. Dus, 6/8. Ja. Moet ik of begin je? Hold me close and tell me there's nothing to worry about. Tired, but I'm scared, so I don't think I dare to sleep tonight. But when I keep quiet, I close my eyes and start counting stars in the sky. Tegenop. Maar ook omdat de bekenden zijn en zo. En dat vind ik normaal niet zo eng, maar wel in zo'n. Ja, out of the comfort zone. Dat is het eigenlijk meer. Zullen we nog eentje? Ik ben helemaal met je eens. Ja, je bent er met je eens. Ja, hè? En we zijn toch wel heel erg doorgewinterd, maar dit is toch best wel heel spannend. Wat zullen we doen? Zullen we nog eentje doen? Oké.
En dat weet ik niet, ga ik niet beslissen. Minstens één. Minstens één. Oh, en wat zo leuk. Ja, dat kunnen we ook doen. Als je wil. Jullie mogen ook weer een soort van college tour ook, hoor. Jullie mogen mij ook gewoon vragen stellen over van, kom je toch die diepzinnige teksten? En Matthijs, hoe komt het dat je zo goed bent en zo? Dat mag. Maar hoeft niet. I'm Coming Home. Die hebben we al gedaan, maar die is wel leuk, hè? Wil ik nog een keer doen? Ja, vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, dat is ook een liedje van in een relatie dat eigenlijk, het is een beetje hoopvol liedje, weet je, alles komt weer goed en soms loopt het even niet zoals het moet zijn, maar uiteindelijk komt alles weer goed en dan kom je weer dichter bij elkaar en dan kom je weer thuis bij elkaar. Dat is eigenlijk, de strekking, toch? Ja. Zullen we gewoon op de top blijven? I know that it's kind of late, I guess I wasn't that hopeful. Dan kun je kijken op www.pennylane.nl. Penny Lane, dat schrijf je P-E-N-N-Y-L-E-E-N. Dus niet zoals de Beatles, maar dan op zijn Nederlands. En dan kunnen jullie zien waar we mee bezig zijn en hoe het proces gaat allemaal. Dankjewel. Lief dat jullie hebben geluisterd. Heel leuk. Dankjewel. Ja, maar je mag hier wel